Oké, het is moeilijk voor die vraag. Hoe doe ik dat dan? Corine Anton even bellen. Zijn we klaar, Jan? Kunnen we beginnen? Nee, er staat op vier maanden zijn we. Nee, er staat op twee. Ja, dat maakt dat niet uit. Björn op 8, Lin op 2, Robin op 7 en Jim op 3. Volgens mij zal dat niet helemaal goed zijn. En nou staat er, oké. En weg zijn ze. En Lin in de leiding met 7.31 wordt gevolgd door 7.55. Dan krijg je de Robin van de pijl. Maar Jim steekt er binnen door en de jonge Koorman volgens mij is in de clubwedstrijd. Die rijdt de laatste klas. Ja, zo moeten we het allemaal leren. Björn Koorman, kijk. Eerste wedstrijd, Jorgen de Baan. Maar voorop, Lim van Boksen, gevolgd door Jim Struik en Robin van der Paal. En de laatste is Björn Koorman. Oké, jongens, vandaag worden prijzen verdeeld. Aan het eind van de middag. Ja, Lim denkt zijn eigen inkoelgedrag van die gesprek aan. En dan gaan we het zien. En er wordt gevolgd door Jimmetje. En de derde plek is... Robin van der Paal. Blijf staan, jongens. Oké, dat was dan. Lin 1, Chip 2 en Robin 3 en die kleine Björn wordt 4. De volgende, dat zijn er 5-6. Race 2, Jari Laat, Tijn van Roland. Lasse Verder, Jenny van der Paal, Niek Meijerling en Mike Wilmans. En weg zijn. Ja, volgens mij dus die peiling samen met de 7-21. En die 7-21 is dit van Tijn van Holland. En dat is net een natuurlijk geweest van Bos. Oh, daar gaat er even plat. En volgens mij is dat Tijn van Holland die daar een kleine zuiver maakt. Maar ja, die peiling is er vandoor. En die wordt gevolgd door de nummer 2. En dan die potje niet van deze. En volgens mij is er 3 jaar in de raad. En op 4 is het laag van Keulen, dat kan ik zien. Maar die nummer 2, dat is 710. En de 710 is Jannie van der Pijl. Die is er 2. 3 is Jari Laat en 4 is Lars van Keulen. En 5 is de 7-9-5 is Mark Wildermans. En het rijtje wordt nu gesloten de 7-21 en dat is Stijn van Roan. Ja, die heeft het gehouden, maar dat kan. Oké, race 3. 4 rijders aan de start. Kasper Rijnhooy, Don van Boksel, Anthony Blankers en Brian van Heelwijk. Oké, ze zijn weg. En wie neemt de leiding? Ja, dat is Brian van Heelwijk. Vervolgens de 7-54. En dat is Anthony Blankers. En dan Kasper Rijnhooy. En de vierde is Don van Boksel. Maar het gaat daar nek aan nek. Met Van Heelwijk. En de 7-54 Blankers. Maar het is toch de kleine Brian van Heelwijk die de leiding neemt. Ja, die wint tegenwoordig zoveel. En nu neemt je afstand van Anthony Blankers. Ja, dat is helemaal niet schande. En wordt gevolgd door Kasper Rijnhooy. En zijn rietje sluit, dat is de 47, Don van Boksel. Maar de winnaar is Brian van Heelwijk. 1-4. Menno Moors, Jasper Kaasjager, Van Rijnhooy en Roy Bos. Oké, ze zijn weg. En de 736. Jasper Kaasjager, samen met Roy Bos. Net aan ik. 1-2. En die derde is Menno Moors en Marien Sluijt het rijtje. Maar dat is 2-3. Nou wordt de strijd geleverd. Roy Bos en Menno Moors. En de Bos is Kaasjager. Oké. Wat is het? Kaasjager en Bos, Moors en Sluijt. Maar hierboven wordt de strijd geleverd door Menno Moors en Roy Bos. En die zijn niet klaar voor elkaar. En dan zit de 705. En dat is Melmoord en het rijtje wordt gesloten op een struik. Reef 5. Erik Bogels, Niels Hogeboven. Pino van Rijswijk, Boyke van Assel, Arie Adels en Henry van Veen. En wie is dat eerst weg? Dat is nummer 37, Boyke van Assel. De volgende door Niels Hogeboven. En dan Anna Jacobs. Nee, die geef ik nu af aan even kijken. Volgens mij is dat Erik Bogers.
Want die wordt nu gewijzigd door Wino van Rijswijk. Dus dit is Bogus 4, Rijswijk 3. Jacobs is op 5. En de achterste is van de Brink. Maar de strijd zit voor in hier. Dus kijk eens hier, van Rijswijk en van Hassel. Die maken er nog een cijfer aan de Nederlandse zaak. Dit is van Rijswijk, van Hassel en Hobo. Bogus op 4, Anja op 5. En van een Brink op 6. Reeks 6. Drie rijders, Romano Blok, Max Hobo en Julian de Jong. Oké, hebben we eerder. Het is Klop die weer terug gaat. Gevolgd door Hobo, samen met de Jong. Het zijn nog drie met de strijd van de Eken. Het is de Jong die van Hobo gaat. Kijk eens. Het is de Jong, Brok en Hobo. En dat blijft de Jong. Oh, die maakt nou een. Nee, hij houdt de vol. Het is de Jong en Brok en Hobo. Maar nu komt Brok aan, zet hij hier Romano. En dan wordt het spannend vrij. Kijk, oh, de laatste meters die zijn beslist, jongens van jullie. Maar het is Julian, Dion, Romano Brok en Niels Ogo. De laatste rit, Mike 5. Leroy van Assel, Robin van Geel, Marcel van Keulen, Arjan van Geel, Ben en Mark van Geel. En wie is het? Het is Mark van Geel, samen met Leroy, Arjan van Geel, Robin van Geel en Marcel. Op nummer 5, dat is Leroy die komt in voor Mark van Steen, voor Arjan van Geel bent, voor Robin van Geel en Marcel sluit het eruit in. De strijd zit voor in jongens, tussen van Steen en van Aastel, dat is de Steen van Aastel die voorop zit. Van Geel bent op 3, Robin op 4 en Marcel op 5. Maar die moet daar ook op 4 zijn. Oké, jongens, race.